één daarvan is deze dame. Witteke, adoe. Zo jong en zo knes. Ja, dat was heel leuk. Witteke en ik waren Aartje en Koen uit Oebelen. En dat heeft toch ook televisiegeschiedenis geschreven. Er is ook niks van bewaard gebleven. We gaan meteen kijken, Willem. Wat? Gefilmde. Ja, zie je, dit dacht ik al. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Het is toch een mooi, schattig liedje. Ja, een prachtig lied. Job Stokkemans. De zon is wit, de zee is blauw. Mijn benen bakken zachtjes bruinen. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik stuur een aanzicht van de duinen. De zee is heerlijk, niet te koel. Ik was zo net nog in het water. Ik huur de hele dag een stoel. 2 meter verder zit een pater. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik wacht en wacht, maar taal nog teken. Ik blijf hier zeker nog 2 weken. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Met mij goed. De lucht is donker, zwart als roet. Ik hoor de wind hoog klagen. Het giet al 7 dagen. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik stuur de kaart maar vast restant. Ik ben doorweekt aan alle kanten en zit te rillen van de kou. Ik ben al redelijk verbrand. En geef me geld, geef uit aan drankjes. Ik lig langdurig op het strand en breng de avond door op bankjes. Er liep een ober met me mee, die op de hoek met mij wou trouwen. Ik zei voorlopig vriendelijk nee. Ik vond het al met al wat gauw. En hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik heb precies 1 kaart ontvangen. De ober staart in wild verlangen. Toch denk ik niet dat ik van hem hou. Na 4 jaar ben ik eruit gegaan. En toen speelde ik in een kleine zaal met Louis Nijhoff in een heel, en Johan Remmels in een stuk van Marie-Curie Thuraa. En dat ik opkwam, hoorde ik oebelen, oebelen, oebelen. Oh ja, en toen dacht ik, ik moet stoppen. Dat vonden ze niet leuk bij de KRO. Maar ik zei, jongens, mijn carrière in het theater is voor mij te belangrijk om dat door een televisieprogramma te laten ondersnemen. Want ik was bang voor het Zwiebertje-effect. Ja, ja, ja. We gaan naar een nummer uit 1984.